En terwijl ik lekker rustig zit te lezen. Wie hebben we daar? Hé, hey, Jackie. Hallo? Oeh, dat is wel een interessant plekje. Wat ga je doen? Bye. Jackie. Jack, ben je boos? Jack? Hallo, hallo. En dan is het zondagochtend en dan ben je gewoon op de zaak. Want zoals je ziet, het is een beetje druk. En kijk, kijk hoe ik het stiekem een beetje kan... Kinderarbeid. Ja, moet gewerkt worden. Dus Ruben en een vriendje die zijn aan het helpen met dingen sorteren wat uitgezocht moet worden. En ik dacht, ja, dan ben ik ook gewoon op de zaak. Dan ga ik nou niet echt per se voor Artifacts dingen doen, maar ik ga lekker... alvast werken aan mijn blog en aan mijn socials en zo. Dus dat gaat ook allemaal gewoon door. En wat extra leuk is als ik op de zaak ben. Post. Voor mij gewoon. Hoe is het met de bloemen? Genoeg eenden. Van mijn zaadbommen. Oh! Er zijn er een paar boven aarde gekomen. Daar, wie zit het, Jack? Ik ga naar de zaken. Ja. Ach, liefie. Tot straks. Doei. Ik zit gewoon broodje te eten. Broodje pindakaas. Ik weet het, het is helemaal niet gezond, maar wel echt lekker. Ik zit lekker even in de tuin, het zonnetje. Het is maandagmiddag, ik ben net thuis. Ik was vanochtend op de zaak. En vooral eigenlijk heel druk bezig geweest met de chameleon voor Ruben. Maar er zit schot in de zaak. Hij is morgen jarig, Koningsdag. En dan gaan we ergens kijken, dus ik ben heel erg benieuwd. En het is best een beetje spannend. Maar goed, het is wel echt super, super gaaf natuurlijk dat hij zo'n diertje wil. Wat zou ik nou nog zeggen? Ik wou nog iets zeggen. Oh, ik ga zo meteen naar het ziekenhuis. Ik heb diabetes type 1. En ik draag een insulinepomp. En ik mag een nieuwe gaan uitzoeken. Want deze heb ik inmiddels 5 jaar. Er komt iemand voorbij met zijn radio heel hard in de auto. Oh. Het was niet eens in de auto. Het was op de fiets. Dat kan ook. Grappig. Ik ga even lekker mijn broodje eten en dan ga ik zo even naar het ziekenhuis. Misschien neem ik je daar nog een stukje mee. Ik kan niet echt filmen, daar vind ik altijd een beetje gek. Maar misschien op de parkeerplaats. Doei. Hallo, hallo.
Dus ik zit gezellig in mijn auto, want je mag natuurlijk weer niet te vroeg naar binnen. Maar ik wil ook niet te laat aankomen, want daar heb ik echt een ontzettende rothekel aan. Ik wou een ander woord gebruiken, laten we dat maar niet doen. Dus ik ga zo meteen naar binnen en Sanne die appt net dat haar scooter er is. Oh, die heeft ze opgehaald, vind ik zelf natuurlijk allemaal veel te leuk. Dus daar gaan we zo meteen ook naar kijken. En had ik het al gezegd, morgen gaan we voor een chameleon kijken voor Ruben. Echt, dit leven. Ik hou ervan. Nou, doei! Nou, ik ben er weer. Ik heb er anderhalf uur binnen gezeten voor een afspraak van 20 minuten, denk ik. Want ja, er stond iets niet goed in mijn schema. Af en toe word ik daar zo moe van. Ik had om 2:30 een afspraak. Ze hadden van tevoren gemaild. Kan je een half uurtje eerder komen? Oh, mijn radio zat een beetje hard. Prima, kom ik om 2:00. Dus ik was er om 2:00. Om 2:30 was ik nog niet aan de beurt. Ik denk, waarom bellen jullie mij dan dat ik eerder moet komen? Maar goed, gewoon zwaar irritant. Ja, die dingen die gebeuren gewoon. Dus toen heb ik... ben ik naar de balie gelopen en gevraagd hoe het zat. Uiteindelijk kwam die mevrouw gelijk naar me toe en ze zei dat het lijstje niet klopte, maar ik keek mee op haar bureau, op haar lijstje en om 2:00 stond toch echt gewoon Refli schuit, dus het lijstje klopt wel. Ze heeft gewoon niet goed opgelet en daardoor heb ik 1/2 uur voor Pieter Snot zitten wachten. Als ik me ergens aan het irriteer, dan is het dat wel. Maar goed jongens, ik ben weer geïnformeerd over allerlei soorten pompen die nieuw op de markt komen. Want ik ga een nieuwe insulinepomp uitkiezen. Is allemaal hartstikke ingewikkeld. Ga ik jullie niet mee vermoeien. Ik ga lekker nu naar huis rijden met mijn raam open en mijn radio hard. Dat ga ik doen. Doei! Hallo? Jackie? Wat is er? Laat ze jou alleen. Hé! Hey. Kijk dan. Patello. Joejoe. Hoe vet. Jackie. Ben je lekker? Hi. Hi. Hij denkt, wat is dat nou? Wat is dat nou, Jackie? Hey. Lekker liggen, hè? Kinderen allebei nog even op pad, vaders ook. Dus ik denk, ik ga gewoon lekker even in het zonnetje zitten. Ik ga nog helemaal niet aan het eten beginnen. Wow.
Goedemorgen, Koningsdag. En dan is Ruben jarig. Ik was op 30 april uitgerekend, 14 jaar geleden. Dus ik was zo blij dat hij eerder kwam, niet op Koninginnedag. En toen werd hij op 27 april geboren. En dat is de dag van Willem-Alexander. En ik had nooit gedacht dat ze dan die datum om zouden zetten. Maar dat hebben ze wel gedaan. Dus Ruben is voor nu lekker, voor een hele lange tijd denk ik, op Koningsdag jarig. En het liefst zou ik nu in mijn studio kruipen, maar... We gaan op pad voor die chameleon die hij al zo lang graag wilde. Dus we gaan daar eens even kijken bij een kweker. Niet bij een dierenwinkel. Ik wilde toch het liefst bij een kweker kopen die veel verstand van zaken heeft. En dan gaan we zo meteen heen. Dus we moeten een tijdje in de auto zitten. Dus even niet hier. Doei. Het is spannend denk ik. Ja. Eten wint altijd. Ja, kijk, daar gaat hij. Eten wint altijd. Ik vind het heel leuke beesten. Hij is echt, hij denkt, oh, ga je me filmen? Ja, graag wel. Hij gaat er helemaal voor zitten. Zou je dat denken, ja? Ja, dat denkt hij echt. Fotomodel. Nou. Nou. Het was helemaal leuk bij de chameleons, zoals jullie gezien hebben natuurlijk in het filmpje. En veel mensen vragen, laat eens wat meer zien van je leven. Nou kijk, hier wonen wij aan water. Absoluut, dit is ons huis. En we wonen dus op een dijk, kijk. Zo ga je de dijk naar beneden, die huizen staan lager, zie je dat? Dus wij staan, ons huis staat tegen een dijk aan. En als je hier, oh, het is een beetje herrie, het is Koningsdag, Ruben is jarig. Kijk, zo kan je het zien. Dus dat is ons huis. Maar ja, ook lekker planten aan het water geven. Ons terras. En ik dacht, die bolletjes, weet je nog, waar ik mee bezig was, die kleibollen. Nou, ik denk dat die vogels ze gewoon stukken hebben gepikt of zo. Want ik zie hier allemaal kleistukjes liggen. Maar goed, weet je, we gaan het meemaken. Ik ga het gewoon water geven. En we gaan het zien. Dus gewoon even chill. La la la. Al mijn leven, hè? Heerlijk. Pikki! Hey, kom maar! Wat is er? Word je weggejaagd? Kom maar! Kom maar! Niet? Oh, je moet lekker op het. Oké. Okay. Whatever. Op schoot, dan vind ik het een beetje te warm voor. Hallo? Even je scratchies halen, hè? Jo. Nee, dat is geen water voor jou. Oh, hij is nog leeg, maar dat is mijn verfwater, Jackie. Ja, mag niet. Nee. Goedemorgen. Woensdag. Hoi. Ik moet aan de slag. Ik heb heel veel liggen voor vandaag. Ik kan heel veel illustraties maken. Maar ik moet ook naar de kapper, zoals je ziet. Ja, oh, die gaan niet zien, hè? Het zit snot in mijn gezicht. Hatsi dali. Hatsi dali. naar de kapper dus. We doen het even zo. Oh, god, Jack. En, maar ik wil een paar illustraties vandaag maken. Ik heb bestellingjes in te pakken. Ik heb een paar online klasses toegang gegeven net. Dus dat gaat ook leuk. En wat wil ik nou nog meer op mijn lijstje staan? Oh ja, ik wil nog kijken voor nog een nieuwe kaartenlijn. Want ik ben toch bezig. Deze kreeg ik heel veel leuke reacties op. You got this! Dus misschien kan ik hier wel een soort kaartenlijn mee maken. Maar goed, alsof ik nog niet genoeg op mijn bordje had liggen. Daar gaat ie hoor. Hij waarschuwt de hele tijd. Ga je nou niezen of niet? Oké, okay. Nou ik ga gauw in de slag. Doei! Ik vergeet één heel belangrijk ding. Jack, wat vergeet ik? Ja. Ik moet nog geknuffeld worden. Hé? Ja. En daarvoor komt hij uiteindelijk hier op mijn bureau zitten. Die dikke kont. Hé. Hij wacht gewoon net zo lang totdat je gaat knuffelen. Lekker. Koppie. Koppie.
Ik hoor iets heel bijzonders op de radio. Lieve. Lieve. Jack, wat vind jij van een chameleon? Wat vind jij ervan? Ga je er vrienden mee worden? We hopen het, hè. Jackie, lig je lekker. Ik wil even tekenen. Hoe ga ik dat doen dan? Ja. Dan ga je liggen. Kom eens van mijn blaadje af. The struggle is real. Nou, kom eens even op. Ja, je bent een lieverd hoor. Ja, je bent een lieverd. Als je nou hier gaat zitten. Ja, zo. Nee, zo, ga maar zitten. Zo. Ga maar zitten. Dan kan ik tekenen. Ik had hem wel opgehangen in de camera. Maar Jack was nog niet klaar. Was nog niet klaar, hè? En dan gaat hij gewoon op mijn blaadje zitten. Ja, oh zo. Nou, jeetje. Ik wist niet dat je boos werd. Wat van, je zit gewoon viezigheid aan me af te smeren. Hé, hey, Jackie. Hij was nog niet klaar. Zie je dat? Dan kan ik wel willen tekenen, maar Jack zegt, oh, je gaat hem al niet tekenen, jij. Je gaat hem al niet tekenen. Je gaat mij aaien. Jo. oh man, hoe kan ik nou werken? Niet.
hier gebeurd vannacht? Hier is een rekje ingeklapt. Hallo? Hallo? Het is weer gekke miauwtje. Ja. Moet je naar buiten? Het is wel een beetje vies weer hoor. Weet je zeker, Jack? Weet je zeker? Zeg je nou niks meer? Oké, nou. Ja, het is regen. Wat ga je doen? Ja. Het is nat. Maak een keuze. Oeh, daar gaat de deur. Ja, ik hou hem tegen. Doe maar. Ja, heel voorzichtig. Het is regen. En terwijl ik lekker ga ontbijten, zit Jack te denken. Waarom regent het? Jackie. Jack. Ben je verdrietig? Kijk, die staat. Hij wil naar buiten, hè? Maar ja, je wou zelf weer naar binnen. Ik heb natuurlijk deze nog. Die gaat in mijn inspiratiehoek. Kijk, hier word ik echt heel gelukkig van als ik dan toch bij die printer sta te wachten. Even kijken, wat is wel... Oh, daar kan die nog mooi. Hoppatee. Natuurlijk met mijn eigen washi-tape, hè? Kijk dan. Och, hier word ik blij van. Hallo, goedemorgen. Donderdagochtend alweer. En ga zo meteen nog eventjes naar de zaak om mee te helpen. Want het is heel erg druk. En kijk, stukje van mijn studio. En ja, mijn haar is weer geverfd. Ik ben blij met de kleur. Mijn wenkbrauwen zijn weer gedaan. Dan ben ik altijd een beetje bang dat ik op Bert van Bert en Ernie lijk. Maar goed, dat is gewoon mijn ding. Als je lichte wenkbrauwen hebt van jezelf, dan is het in het begin altijd een beetje gekkig als ze wat donkerder zijn. Ik heb nog op de planning staan. Ik moet nog een der afmaken die eigenlijk morgen live zou gaan, maar dat zal wel zaterdag worden. Deze studiovlog moet ik nog editen en afmaken. Vandaag wil ik ook nog een illustratie afmaken. Ik heb nog bestellingen om in te pakken. En als het goed is komen de stickers binnen vandaag. Ik ben heel benieuwd. Ze zouden eigenlijk maandag komen en opeens vloeps was het op donderdag gezet. Dat is ook ondernemen. Zonder enige mededeling staat er opeens een andere datum voor aflevering. Dus mocht dat nog binnenkomen, dan denk ik wel dat ik het nog probeer in te monteren. En anders lekker niet. Dan komen ze gewoon volgende week in de vlog. Dus het was een beetje een gek weekje. Dat is het eigenlijk altijd wel bij mij. Er gebeurt altijd van alles. Ik hoop dat ik je weer een heel klein beetje heb kunnen laten zien wat ik deze week gedaan heb. En dan ga ik nu gauw aan de slag. Doei!